kunt het er niet meer over hebben. Hé. Hey. Danny is met die grote werkschoenen van hem op je hart gaan staan. Maar dat betekent niet dat alle mannen zo zijn. Ik wilde helemaal niet een grote liefde zoals Danny. Ik wilde gewoon een beetje lol. Nou, ik heb met hem geflirt en ik moet zeggen, hij speelde het spel heel goed mee. En toen hebben we, nou, hè? Dat deed hij ook goed. Maar ja, zoals gewoonlijk volgde de ontnuchtering nog geen 24 uur later. Hij snurkt. Nee, ik kwam hem tegen bij Ludo. Wat? Hij is jarenlang de protégé geweest van mijn vader. Maar wat doet hij dan bij Ludo? Ja, geen idee, maar ik word er natuurlijk niet blij van. De protégé van Maximiliaan. Net zo'n klootzak dus. Waarom duikt hij nu opeens op? Weet hij dat jij de zus van Ludo bent? Ja, inmiddels wel, ja. Maar toen jullie samen... Hij zegt van niet, maar het zou me niks verbazen als dat anders blijkt te zijn. Jeetje, daar heb jij weer. Ontmoet je eindelijk een leuke vent? Is hij ingehuurd door mijn vader? Maar dat denk jij dus ook, hè? Dat Ludo me op mij heeft afgestuurd. Nou, dat lijkt me duidelijk. Ja, het spookt al door mijn hoofd sinds ik hem bij Ludo heb gezien. Wat denkt hij hier in godsnaam mee te bereiken? Amy? Maar door mij te laten verleiden krijgt hij Amy toch niet terug? De gedachtegang van mijn vader is niet altijd te volgen. Maar als hij iets wil... Ja, sorry, maar alle alarmbellen beginnen te rinkelen. Die kerel is bad news. Dus blijf alsjeblieft zo ver mogelijk bij hem vandaan. Beloof je dat?